Hallo, welkom iedereen in deze video die gemaakt is voor het Zodiac Kreeft. Dus dat wil zeggen dat ofwel jij als jouw tweelingvlam een zonteken heeft in Kreeft, dat deze reading voor jou is, maar ook wanneer dat een van jullie de noordnode in Kreeft hebben. Ook dan is het goed om te kijken naar die tekens, naar die zodiac tekens, omdat je ook daar een aantal boodschappen zal krijgen, ook rond missiewerk en zo. Die zijn daar ook van belang. Wat gaan we doen in deze video? En je ziet er, de kaarten zijn er al klaar voor. Maar wat gaan we doen? We gaan kijken naar de mannelijke en de vrouwelijke energie, hoe dat hun schaduw is, dan rond de energie van de connectie. Wat dat de mannelijke energie bewust denkt en de vrouwelijke energie bewust denkt. En waar dat uiteindelijk een aantal boodschappen van mannelijke en vrouwelijke energie en omgekeerd. Voilà, we gaan er onmiddellijk in vliegen. Want wat hebben we gekregen? De mannelijke energie in deze connectie, waarin dat er één van beiden kreeft is, of de noordnode in kreeft, die krijgt een natuurkaart met perspectief. En het gevoel dat ik hier ook bij krijg, is dat de mannelijke energie een aantal nieuwe inzichten heeft ontvangen. Door het feit dat hij zich regelmatig in de natuur heeft begeven. Dus door regelmatig naar buiten te gaan, door regelmatig naar water te gaan, wat dat kreeft, dus watertekens vaker gaan doen. We hebben een aantal inzichten ontvangen, wat dat eigenlijk een hele diepe transformatie teweeg heeft gebracht. 5. Wat dat juist is, gaan we een beetje dieper op ingaan. Wat zien we bij de vrouwelijke energie? Is eigenlijk de hanged man, maar omgekeerd. Wat dat anders gaat over crossroads, over transities, over bepaalde keuzes dat ze gemaakt heeft. Maar ik voel, door het feit dat dit ondersteboven ligt, dat deze vrouwelijke energie eigenlijk al die keuze heeft gemaakt een tijdje geleden. Waardoor dat ze nu in staat is, waardoor dat eigenlijk de mannelijke energie in staat is om nu zelf ook een andere manier van denken te gaan neer te zetten in het fysieke. Wat mogen we hier nog meer over weten rond deze schaduwen? Voor de mannelijke energie. Dan krijgen we de 7 van bekers. De wereldkaart omgekeerd. En de 10 of cups. En we zien dus dat de mannelijke energie echt... hetgeen dat goed is, een schoon schip gemaakt heeft. Dus hij heeft eigenlijk alles overlopen. Al die dingen die in zijn leven, zijn aandacht vroegen. Heeft hij overlopen, heeft hij... in de weegschaal geworpen en heeft de keuze gemaakt om andere oren op te zoeken. Daarom, die liggen ondersteboven, daarom is het nog niet zo dat dat proces al in het fysieke gaande is, maar zoals dat we hier zien, de mannelijke energie heeft de keuze gemaakt. Dus zijn perspectief is veranderd. Hij weet nu goed waar dat hij naarheen moet, wat dat eigenlijk zijn doel is. En zijn doel is die 10 van bekers. En hij weet dat die ene beker, dat hij nodig heeft, dat hij die moet en kan gewinnen bij zijn vrouwelijke energie. En de vrouwelijke energie, wat hebben we? De King of Wands. Wat dat eigenlijk ook voelt te maken heeft met haar mannelijke energie. Dat zij haar mannelijke energie ziet als die King van Wanten. Die haar helpt om in haar empress, in haar hoogpriesteres energie te stappen. In haar geheel de vrouwelijke energie te stappen. En dat ze weet dat ze door te verbinden met de gehele versie van de mannelijke energie, dat ze eigenlijk heel veel overvloed naar zich toe trekt. En ook tegelijkertijd die 2 van wanten. Want wanneer dat zij zelf de empress is, en dus de elementen in zichzelf volledig in balans heeft gebracht, dan zorgt dat er ook voor dat dit zich weer spiegelt in de mannelijke energie, wat we gezien hebben. En door het feit dat zij het beeld vasthoudt van die koning van wanten, van die gehele mannelijke energie, van diegene die haar passie laat ontvlammen, dan kan ze eigenlijk ook die eenheid in zichzelf verder gaan creëren als die al niet gecreëerd is, want ze is de empress. Dus dat betekent dat ze eigenlijk ook vooral ook de connectie, de balans en de connectie eigenlijk verder vasthoudt. Wauw, die had ik niet zien aankomen. En zie ik ook weer opnieuw 2 van flames, maar omgekeerd. Dus dat wil zeggen dat de connectie misschien nog niet volledig gegrond is of nog niet volledig in harmonie is in het fysieke. Maar die is wel sowieso er wel al in, in de hogere energieën. Want dat is waar dat de vrouwelijke energie leidt. De mannelijke energie leidt in het fysieke.
Wat is de energie van deze connectie? Wat moeten we daarover weten? En deze reading telt vanaf nu tot eind maart. Dus het is een reading voor 3 maanden. Omdat energie fluïde is, is vloeibaar. En als ik bijvoorbeeld elke week of elke maand een reading zou maken, dan zou ik eigenlijk veel te vaak dingen zijn. We zien de Chariot, waar dat eigenlijk ook verbonden is met kreeft. En de... wacht, hè. Zo of... Oké. Dan krijgen we dus de Chariot, waar dat sowieso ook verbonden is met kreeft. We krijgen de 5 van vlammen, dus de 5 van wanten. En de 7 van orbs, waar dat eigenlijk ook verbonden is met zwaarden, met de gedachten. Oké, wat ik voel is dat eigenlijk de connectie, zoals ik daarnet gezegd heb, die eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie is er bij beide energieën of beide personen en deze connectie is er. Alleen, dat toont zich nog niet altijd in de realiteit, waardoor dat beide soms nog eigenlijk te veel gaan reageren vanuit de strijd die ze gestreden hebben. Maar de overwinning is er al. Dus ze vervallen soms nog in het idee van, we moeten nog een aantal dingen doorheen werken, we moeten nog een aantal dingen uitwerken, er moet nog rond dingen gesproken worden of wat dan ook, hè, gedachten. Dus die gedachten zitten eigenlijk nog veel te veel vast in het verleden. Waardoor dat ze eigenlijk niet zien dat de eenheid er al is en dat het gewoon een kwestie van tijd is, vooraleer dat zich ook op een fysieke manier gaat gaan uiten. Dus het belangrijkste hier voor deze connectie, voor deze tweelingen, is dat ze echt gaan focussen en nog meer gaan vertrouwen op de dingen dat ze voelen. Ik ben nu eigenlijk wel eens benieuwd hoe dat er gaat komen bij hoe dat ze bewust denken. De Hermit. Dus misschien dat hier iemand is die in deze connectie ook ergens maagd geeft als de zon of maan of ascendant hoor ik. Wat denkt de mannelijke energie bewust? Wat denkt de mannelijke energie bewust? Hetgeen wat ik hoor is dat deze mannelijke energie denkt en weet dat hij eigenlijk nog niet zoveel weet. Maar ook dat is weer een illusie natuurlijk. Princess of Swords. Ja, hij heeft het gevoel dat hij nog niks weet en niks begrijpt van waar dat eigenlijk deze connectie over gaat. Hoe dat komt, dat hij die dingen ervaart, hoe dat hij die dingen voelt. En voor een mannelijke energie is dat natuurlijk heel uitdagend. Maar ja, je ziet hier met de Trump's card, je ziet dat hij gewoon nu heel veel dingen ervaart en voelt. Ik kan het zo doen, want anders wil ik niet dat mijn video geband wordt omwille van deze beelden. Dus je ziet dat de mannelijke energie echt wel die passie voelt. Die diepe connectie voelt. Maar ik kan het dan niet altijd helemaal logisch gaan verklaren. Waardoor dat hij soms zodanig overweldigd wordt. Maar je ziet er ook weer het teken van noordnode. Dat is een van de stukken dat deze mannelijke energie eigenlijk te leren heeft. Om hoe hij emoties die zo overweldigend kunnen zijn, op een goede manier kan gaan kanaliseren en zodanig kan gaan inzetten voor zijn manifestaties, voor zijn creaties. En dus dat hij, waar dat hij vroeger zijn energie op een verkeerde manier heeft gebruikt, dat hij dat nu eigenlijk op een goede manier kan gaan leren gebruiken. Wat moeten we nog weten over het bewuste denken van deze mannelijke energie? Oké. Dan hebben we de Lovers. Ja, kijk, je ziet, we worden ook weer hetzelfde. Dus hij had hier al die 10 of bekers. Hij is bewust ook bezig met hoe kan ik deze connectie in het fysieke brengen? Hoe kan ik dat hier, hoe kan ik ervoor zorgen dat dat werkt? En je ziet, ik ga deze eventjes aan de kant leggen. Je ziet dat hier ook twee kleine kinderen staan, die uiteindelijk via het ei, via de kundalini, eigenlijk uitgroeien tot een koning en een koningin die beschermd worden door de hogere sferen. En we krijgen dan ook de maankaart, waar dat ook weer een verbinding is met het teken kreeft. En waarin dat eigenlijk ook duidelijk wordt dat het onbewust, de dingen dat hij onbewust weggestoken had, ik ga
ga het ook hier wat zo doen. Dat die... dat die naar boven komen. En het dat is hier de 9 van wanten. Met in het boogschut er tegen. Dus dat is hetgeen die net geweest is, die afgerond is. Dus met strength, met sterkte, met het ondersteboven. Dus de emoties die dat hij gevoeld heeft en ervaren heeft, dat heeft hem eigenlijk ervoor gezorgd dat het hem, laten we zeggen, op zijn knie gebracht heeft. Waardoor dat hij nu meer en meer ook ziet wat de kracht van deze connectie is. Wat dat tot nu toe, dat hij het voornamelijk als soms als een last kon ervaren, dus nog veel te vaak terugkeek, omdat constant natuurlijk die triggers er zijn, constant diepere wonden moeten aangekeken worden. En dus nu begint hij ook op een positieve manier, op een bewuste manier, de goede dingen in deze connectie te gaan zien. En ook vooruit te kijken, zoals dat we gezien hebben met de Lovers kaart. En hier met deze kaart, Triumph. Dus mijn twee keer de overwinningskaart gekregen. Hier ook die 10 van bekers. Hier ook de 2 van wanten. Dus eenheid is niet zo ver meer af meer. Dus de eenheid is er al in 5D. Maar in die 3D, in de fysieke connectie... in de fysieke connectie zei ik nu. De 3D en het fysieke dus. Dat gaat niet meer zo lang duren. En wat zien we bij de vrouwelijke energie? Zij is bewust gefocust op haar welvaart. Op haar financiële stabiliteit. Op het kunnen voor zichzelf zorgen. Omdat ze natuurlijk niet weet en totaal geen idee heeft wat er gaande is hier in de mannelijke energie. Zorgt dat ervoor dat ze ervoor gezorgd heeft dat ze focust op zichzelf. Waarom? Omdat eigenlijk de 10 van wanten... Dus de druk en de ballast en de zorgen dat ze voelden en ervaren, die eigenlijk een stukje getriggerd werden door haar mannelijke energie, ervoor zorgen dat ze zich slecht voelden. En daarom had ze besloten van, oké, ik ga gewoon die koningin van mijn eigen rijk worden. Ik ga niet zitten wachten op die koning totdat hij er is. Nee, ik ga dat voor mezelf zijn. En dus die eigen mannelijke energie in mezelf van healen. En dat is een keuze dat ze gemaakt heeft in het afgelopen seizoen. En dat ze nu eigenlijk ook veel meer nu in het steenbok tijdperk, dus de komende maand, de eerste maand, dat ze dat ook veel meer gaat gaan oprichten en op focussen. En dat ze eigenlijk haar eigen diamant gaat zijn en gaat creëren. En van daaruit ga je sowieso dan ook die eenheid ook meer zien. Want, waarom? Omdat ze eigenlijk, zoals ik daarnet gezegd heb, met 5 van bekers eigenlijk wat ontgoocheld geweest is in de mannelijke energie, in de connectie, in haar werk, in het leven en wat dan ook. Dus de vrouwelijke energie is vooral gefocust nu door de dingen die in het verleden gebeurd zijn, op zichzelf, op haar eigen koninkrijk. En dat is natuurlijk ook hetgeen dat we nodig hebben. Die diepe overgave, die volledig onafhankelijk zijn en volledig loskomen. Maar dus niet vanuit de wonden, maar vanuit diep vertrouwen en vanuit liefde voor de andere partner. Omdat we dat net ook gezien hebben. Hè. Dus ze ziet hem als die koning. Ze ziet hem als haar koning. Alleen weet ze dat hij ook nog een aantal dingen te doen heeft. En dat aan hem is om die stap te zetten, om in zijn rijtuig te springen en naar haar te komen en haar het hof te maken, of wat dan ook. En dan hebben we nog een aantal boodschappen van de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie. En straks omgekeerd, wat zijn de boodschappen van de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie? Mijn hart opent zich voor liefde en leidt mij terug naar jou. Ik weet in mijn hart dat we samen zullen zijn ooit op een dag. En dat helpt mij om te vertrouwen. Laat ons samen werken aan ons. Je ziet dat ik ook weer blauw. Heeft ook weer te maken met die communicatie. Dus het kan zijn dat er nu geen communicatie is. Maar het heeft allemaal ook te maken met vertrouwen op een dieper niveau. In de connectie en de dingen die je voelt. En dat is ook hetgeen wat hij zegt aan zijn vrouwelijke energie. Van zodra dat je eigenlijk je 3D-verwachtingen gaat loslaten, dan ga ik ook mij overgeven aan hetgeen wat er gebeurt in die 5D-connectie. En van daaruit is hetgeen dat je nodig hebt om dan in eenheid in het fysieke te komen. En we krijgen ook een union-kaart. Union, of eenheid, het samenkomen, is een energie en geen fysieke constructie. Zelfs wanneer we niet samen zijn, voel ik onze eenheid. Dat is ook weer hetzelfde boodschap. Focus op de 5D-connectie. En van daaruit gaat die fysieke connectie er wel komen als jullie klaar zijn. Wat zegt de vrouwelijke energie en de mannelijke energie? Ik ben niet gelukkig. Karma speelt zijn rol.
op dit moment in mijn leven en het is hard voor mij om een weg uit dit te zien. Dat kan, ik heb het gevoel dat het te maken heeft met die financiën en met die fysieke dingen. Dat kan ook zijn, dus zeker met de feestdagen, dat het ook rond familiestukken gaat, aangezien dat je ook die familie hebt. Kan ook te maken hebben met het feit dat ze niet samen zijn. Dus ziet dat een stukje voor jezelf. Het kan ook zijn rond bepaalde gedragingen of vorige relaties. Maar het is de vrouwelijke energie wel dat de mannelijke energie weet dat ze eigenlijk niet gelukkig is. Ze zegt ook van, ik moet sterk zijn in wie ik ben, vooraleer ik mijn energie met die van jou kan vermengen in de 3D. Ik ben bang dat ik anders mezelf ga verliezen in deze relatie. En dat zal ook iets zijn, dat zal een van die behaviors, dus een van die patronen zijn dat deze vrouwelijke energie ook in vorige relaties gehad hebben. Waarin dat ze altijd, of toch vaak haar eigen identiteit een stukje verloren heeft. Je ziet dat ook vaak in koppels, dat naarmate, hoe langer dat ze samen zijn, dat ze precies twee klonen van elkaar worden. En dat is bij tweelingvlammen zeker niet de bedoeling. De bedoeling is dat je samenkomt in eenheid, maar elke individualiteit gaat behouden. Dan hebben we nog, wanneer dat we over dingen praten... Ah nee, wanneer dat we praten, dan komen plots dingen gewoon uit mijn mond. En nadien weet ik eigenlijk niet altijd goed waarom ik die dingen gezegd heb. Dat heeft ook te maken met het feit dat de vrouwelijke energie ook vaak geleid wordt om dingen te zeggen en te doen om de mannelijke energie te triggeren. Met als doel hem verder in zijn bewustwording te werken, maar ook omgekeerd. En dan ook nog een stukje rond spiegelen. Onze innerlijke kinderen zijn aan het wenen nu. We hebben allebei nood aan het om hem comfort te geven en eigenlijk de ouders te worden van onze innerlijke kinderen. Dus dat gaat over stukjes waarin dat ze, waar ik vooral voel dat die mannelijke en die vrouwelijke energie in zichzelf nog verder en dieper geheeld moet worden. Want je ziet er ook een meisje en een jongetje. Dus het gaat echt over stukken nog dieper gaan healen. Ik ga eens zien over welke energie dat het hier meer zou gaan. Hetgeen dat ik hoor is bij de vrouwelijke energie gaat voornamelijk over meer, nog dieper de mannelijke energie. En over de mannelijke energie, meer dieper de vrouwelijke energie. Ja, kijk, en we krijgen ook de sun met radiant energy, waar dat wijst op de vrouwelijke energie. Dat ik net gezegd heb, die dus echt mag gaan stralen naar buiten gaan, want zonenergie is mannelijke. En hier krijgen we de queen of cups. Dus de mannelijke energie moet echt nog verder leren of werken aan de emotionele disbalans die er soms is. Zie hoe mooi hoe dat ook weer die weerspiegeling er is. Hé? En dan om af te ronden gaan we eens kijken met welke universele vlammen dat je kan samenwerken om rond deze stukken te werken. Als je tweelingvlam bent, dan raad ik altijd aan om te leren werken met universele vlammen, omdat je zelf ook een universele vlam bent. Als je dat wilt of je hebt dat nog niet gedaan, dan kan je dat leren via het programma Universele Vlammen. En dan leer je gedurende 9 weken wat dat de vlammen zijn, hoe dat die verbonden zijn ook met tweelingvlammen. Er zijn ook heel veel transmissies in die jou ondersteunen in jouw groei. Daarin leer je dan ook natuurlijk hoe dat je zelf, alleen zonder dat mijn tussenkomst nodig is, met die vlammen kan gaan werken. En dat zijn de 3 vlammen waarmee dat je nu kan al gaan samenwerken. De diamantenvlam van Arsenga Metatron met Divine Intelligence. Aartsengel Michael met I Am Presence en deze vlam. En aartsengel Zabkiel met Compassion. Wat mij ook weer opvalt, is dat je hebt de Divine Intelligence en I Am Presence. Dat is iets over energie, dat is niet iets tastbaars. En dat er tegelijkertijd ook getoond wordt, nogmaals, dat het belangrijk is dat beiden naar elkaar toe vanuit compassie gaan verbinden. En dus niet meer vanuit die gewonde innerlijke kinderen, maar vanuit de geheelde versies. En dan ga je zien dat de connectie zich verder kan manifesteren in het fysieke. Voilà, dit was voor de kreeft voor de komende 3 maanden. Ik ben ervan overtuigd dat heel wat nieuwe inzichten heb mogen ontvangen. Ik vind het ook leuk om te doen, deze soort readingen. Dus als je dat ook leuk vindt, zet een comment onderaan de video. Dan weet ik dat ik dat nog de komende periode dan ook weer mag gaan doen. Voilà, dat was voor nu. Wens je een persoonlijke reading voor je eigen connectie of wens je een healing voor je eigen connectie met de vlammen, waarin dat ik een gepersonaliseerde transmissie channel voor jou, dan kan je dat allemaal reserveren via de linkjes onderaan de video natuurlijk.
Voilà, dat was het. En tot in de volgende.